jaren geleden in het museum was het thema dozen. En uit die tijd ben ik eens naar een kartonnen doos gaan kijken. En toen vond ik eigenlijk die ribbel van dat karton, dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. En toen heb ik heel lang allerlei kartonnen torens gemaakt. En dan werd die ribbel werd dan steeds gebruikt ook eigenlijk. En ik heb ook dingen gemaakt van golfplaat. Ook gewoon eigenlijk om wat met die ribbel te doen. En zo langzamerhand is eigenlijk die ribbel weggegaan, omdat ik moest in Brabant altijd mijn karton halen bij een kartonfabriek. En dat vond ik eigenlijk te lastig. En toen zag ik eigenlijk gewoon dat als ik een mooie wijndoos heb en ik gooi die onder de kraan, dan heb ik ook 5-6 lagen karton eigenlijk waar ik nu mee schilder. Ja. Ik heb nu gewoon het idee van, ik heb op mijn palet heb ik verf, maar ook karton. En dat karton is minstens zo belangrijk als die verf. Mm-hmm. Ik ben toch van binnen een wat vrolijk mens wel. Dat ik alles wat ik maak, dat moet ook wel een beetje leuk zijn om te zien.